warm van worden, hè? Ja. Mooi plan. Zie je. Wordt het misschien toch nog een mooie dag. Ja. Hij sneeuwt. Mogen we het maken we nou? Mogen we het maken we nou? Maken we nou voor een paar noten van? Dat we moeten doen. Mogen we het maken we nou? Hij een zin heeft, en ik zou niet elke zanger met plezier hebben, maar Elvis heeft het echt ongelooflijk. Ook in slechte liedjes, in die malle liedjes die hij voor films heeft opgenomen. Elke keer hoor je het plezier eraf spatten. Eigenlijk kan je zeggen dat ik het van Elvis een beetje het muzikale ABC heb geleerd. En daar heb ik
waarmee die man muziek maakte. Een beweging, waardoor je dacht, godverdomme, dat is het. Er gebeurt wat. En daarvoor gebeurde echt helemaal niks met muziek. Als zanger is hij dus de beste, dat mag geen twijfel hebben. Just call my name and I'll be right by your side. I love you, sweet my love is strong. Die nu die kan verdoezelen of opnieuw even kan doen met je zinnetjes, regeltjes. En dat komt daar natuurlijk helemaal niet. Dus nu is gewoon één keer boem, alles erop. Ja, ik weet niet eens, maar het zou lukken. Schokschouderend en heupwiegend ging hij over het toneel. En volgens de Puriteinse lobby. Gewoon een compliment trouwens. Dus hij schrijft dan wel in nummers, maar hij deed toch dingen die anderen niet deden. En hij deed dingen voor het eerst. En wat ik heel bijzonder vond, bijvoorbeeld In de Ghetto is een liedje. Waar eigenlijk de eerste blanke die zong over een ongelooflijk zwarte aangelegenheid. Ik denk dat, dat hij degene is die voor de meeste artiesten de deur heeft geopend. Gewoon. Tot op. Alle muziek wat nou bedrijf wel. Toe de broeder, almeloede. Toe de broeder, almeloede. Toe de broeder, almeloede. De bab babaloola, de bab bam boom. We gotta get out of here, baby. You're almost drowning me crazy. We gotta get out of here, baby. You're almost drowning me crazy. No doubt of love me, yes indeed. Boy, I don't know what you do to me. Sam Phillips studio practicing. We would record and practice, so I had a chance to hear him. And at that time, he was doing mostly rockabilly. And I thought it was all right, and I thought he was a handsome guy. Girls would like him, but I didn't know how he was going to do on the other. But then I heard him do some things that. Mystery Train is mijn favoriet. Nou ben ik jou aan het opnemen. Ja. Oh, het tijd er weer mooi op, hè? Oh, geweldig. Nee hoor. Kijk eens aan, zeg. Hollywood. Het is Hollywood. Hollywood. Ja, het is net Hollywood hoor. Ja. Met 350 man van de Engelse fanclub en 100 van de Nederlanders. En er werd aan het eind van de rit werd een selectie gemaakt van 8 personen. En die 8 man die werden opluisterden tot mijn Schot aan de beurt was. En die zei, when you come into Europe then? En dus dat was eigenlijk de vraag wat ze vader gewild en hij zei soon en ik dacht van die moet het in ieder geval niet wezen, want anders heb ik geen schijnvakans. En ik zei, toen je begon in deze business, dacht je dat je ooit zo verschrikkelijk ver zou komen? En die Floers die verdween als een rolluik van zijn ogen en hij zei, no way man, all I wanted to do was be as good as Arthur Crudup. En toen liep hij weer doorgetrokken door Joe Esposito en de man naast me vroeg, wanneer kom je nou eens eindelijk naar Europa? En hij zei, heel gauw. Toen draaide hij zich om aan het eind en hij zei tegen me, een beetje bezorgd, you've heard of that name? En ik zei, sure Elvis, sure, dat was het Arthur Crudup, die kennen we wel. Hij ging opgelucht weg. So hush, little baby, don't you cry.
Australiërs, hè? Ja. En dan hoor je die klacht, ja. En je ziet ook heel veel bedrijven sluiten. Ja. En ook mensen die dus inderdaad weg. Zoals het er nu naar uitziet, al af. En dan gaat de temperatuur heel voorzichtig die stijgende lijn. Dat is een mooi einde van je verhaal. Jan Versteeg toch? Karakter. Hij riep op tot verzoening van de Nederlandse kampslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog met de Japanners. Als volgend jaar van Rotterdam in een Belgisch klooster woont, zit in de studio van Paul Wijnberg in Amsterdam. Dag, monseigneur. Goedemiddag. Van kunnen weten. Het zijn voornamelijk mensen uit de eigen kring, het wat wij altijd noemen de Indie. En ik hoorde ook nog vanmorgen een hoogleraar van de VU, als ik het wel heb, 40-45. Ja. Wij hebben het natuurlijk beduidend anders beleefd dan de Nederlanders. En dat was natuurlijk, ja, hoe moest je dat nou duiden? Want zeker mijn leeftijdsgenoot allemaal weg. Ja. Dus we zijn ook allemaal met arme spoed teruggegaan. Dus je had niet zoveel tijd voor wrok en haat? Nee. Nee. Foreigner samen met John Waite van de Babies Ooit en van Como
En die andere dan mag niet de boer al mag die in 2 weken mag niet doen. Ja, ja. Hij speelt zelf maar, zegt hij. Gaan we een beetje uitsloven, zegt hij. Gaan we een beetje uitsloven. Papa. Ja, maar hij zegt, wat krijg ik ervoor betaald, zegt hij. Papa. Ja. Hoe vind je mama nou zo? Veel beter, hè? Vind jij veel beter? Hè? Oh. Lekker, dat is ook zo mooi. Dat is wel leuk. Dat is leuk. Hier heb ik nog een met een muisje eraan. Nee, maar dit is wel leuk. Kom eens een beetje hoofd de wal. Kom eens. Kijk. Ja, ja, ja. Nee, die kuil nou vrees, dan maakt hij hele bol. Ik zie weg. Wat doet hij dingen te doen? Wat heb je nou weer gedoet? Dat is met dat gouden draad eraan, weet je. Dat spreekt heel goed toe. Of doe je het niet met zo'n kortstokje? Nee. Ja, ik doe het wel. Maar hij krijgt natuurlijk. En je weet het. Dus je kan niet volgen van je hand. Oeh. Dat is zo zacht. Dat je langer wordt. En dan omhoog natuurlijk. Dan spreekt je omhoog.
Zeg even dat jij met de vader wil. Kom eens. En dan zeg ik, kom. Ik wil een lachen hoor. Ja, goed zo. Geen zonnepet, hij heeft veel te mooi haar. Nee, ik doe niet zo. Je hebt zo'n mooi haar. Nee, laat maar zo hoor. Maar niet, ja. Als je kaal bent, net als opa, dan kan je een pet krijgen. Nee, niet gek hebben bekken trekken. Zo is hij beter, ja. Zo is hij leuk. Doet hij zo met toch? Waar is hij? Hey, je gaat niet zo bij Dolfine naar binnen. Mucho caliente, signora. Mucho calor. Oh, mucho calor. Sí, señor. Ja. Ja, samen. Ja, de... Oh, ja. Oh, wat een hoor je met ze, want je ogen zijn nog mooi. Met andere woorden, de rest kun je wel vergeten. Zie je niks. Nee, nou, ja. Bedankt. Bedankt. Even kijken, ja. Die dan ook de commissaris van de koning is geweest. Niet meteen zo maar voor wat gemaakt. Ah. Ja, nee, heeft niet toch veel. Hoe kan je dan in godsnaam commissaris van de koning worden? Weet jij dat nou? Nee, ik voel dat je dat goed bent. Goed bent. Ik ging dan zo mee. En heb je nog die rare kop met het malle snorretje erbij? Nee, niet in de zin. Hoe is het meugelijk? Meugelijk. Zeg eens in Eustermeugelijk. Hoe lang woon jij daar nu al? Ja, ik had ook al een paar standen liggen. Als het dreug is. Als het dreug is, dan moet het niet. Als het dreug is. Doe je nog wel een licht en hoed? Ja, een licht en hoed. Alleen de bak van de lina, hij is al dreug. Yeah.
tuin moet worden. Nee, hey, als je langer ligt, dan zal je moeten betalen, denk ik. Wij zijn een uurtje. Alleen bij Singapore moet je erop. Ja, maar niet zo lang. Jawel. Nou, dat zijn een paar lappen. Maar je bent wel jong met de hondje. Dat je? Dat is niet. Dat is niet. Dat is dan ook van de make-up, hè? De spullen. Vissersplaats meer. Jacqueline Rijn of Kamer. Ja, al hier al. Ja, dan heb je van die ballen waar je ook in kan. Er is ook hier in waar het daar is.
Hij weet het wel, papa. Zij. Zij.
Van het water. Dat kun je nou wel lekker varen. Ja.
Non era una diga. Abbiamo la guarda, già qui sfrenata. Com'è? Com'è? Mi fermo. Questo non era, era quello che fino alla te, vero? Guardate. Het is hier heel mooi, zet hij als de zon opkomt, maar we zien nooit de zon ondergaan aan deze kant. 1, 2, en hop. Je nog op ons als je dronken bent hier.
Ja, hier reden wir. Papa Cola, die Person hat nach Venedig sich gewandt. Erzeugt für euch die Macaron mit seiner konkreten Hand. Tja, 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 tja. Drum sei glücklich, sei selig, Venezia. Papa Cola, Papa Cola, Papa Cola ist da. Drum sei glücklich. Thank you.
dit wordt een kruis. Shit al, hè? Dat we er niet op zijn.
Anders. Is goed. Oh. 1917, 18 gelijk. Oh, dat stopt 18 voor mij. De? Oh, ja. Logisch, hè? Okay. Jij was toch de laatste sir? 18 gelijk. Wow, split! Voorzichtig, voorzichtig. Ja, je zeer gedaan. Ga even afspoelen. Ja, zo weer tot 2 punten. Koud water even. Sorry voor het grasprit. Ach. Hoeveel? 2 punten. Ach, sorry voor het gras. Gaat meer voor je... Maar waar kun je naar de tweede? Nee, toch? Ik weet het niet meer, want ik geweest. Gabriel, geef die op zijn pet heen. Op tafel. Dus kan niet zien. Waar is hij? Op tafel, oh. Daar. Lekker, ben je weer lekker aan het snoepen, hè? 13-9. Heerlijk. Thank you.
Eens propeller. Gabriel, doe die ene nog eens een keer kaap, die ene die net deed was mooi, zo steeds diezelfde. Dan op één plek blijven staan. Wat je op gym deed, zo'n salto. Juist, nou jij. Nee, wacht, let op. Kijk goed, kijk goed. Kijk. Als een vogel, kraanvogel. Oh ja, ik snap het. Gabriel, de kraan. Nee, Gabriel. Luister eens naar je grote moeder. Kraanvol. Ja. Bam. Zo, joh. Staat ook zo. Nee, kaap even anders. Kijk maar. Doe nog eens. Wat? Die je net deed. Die ene serie. Hij doet hetzelfde. Nee, hij doet anders. Zo. Kijk maar. Hij draait eerder door. Ja, zo is het. Ja. Nee. Moet jij aan de voeten? Je moet je broek iets hoger doen, dan kan je beter je benen opdoen. Ja, dan zit er goed. Nee? Even je broek.